Hallo magische mensen en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video duiken we in de symboliek en het archetype van het sterrenbeeld steenbok. Het archetype van steenbok is een zeegeit. En daarmee bedoel ik dat we een helft berggeit zien met een vissenstaart. En dat zien we ook terug in het symbooltje dat wordt gebruikt in de astrologiekaart. Dat zie je ook de horens van een geit met een krul van een zeestaart eraan vast. Nou, dit archetype is een aardeteken dat een nieuw seizoen inluidt. En wel de winter in het noordelijk halfrond. Het is dus een kardinaal teken. Het start een nieuw seizoen. En het is een aardeteken die heel praktisch is en graag wil overleven in de winter. Nou, dan moet je natuurlijk wel een beetje serieus aanpakken. Anders kun je mooi in de kou te komen staan. Het archetype van de zeegeit is een hele interessante. Die berggeit, die zie je ook wel eens terug op plaatjes. Misschien als je het googelt op berggeit, dan zie je van die enorm steile bergen met een geit die daar op een of andere manier nog op kan staan zonder eraf te vallen. Dat je denkt, hoe dan? En dat is ook de essentie van de symboliek van steenbok. Die geit zal er alles aan doen om te blijven lopen, om naar de top van die berg te komen. En dat zal hij ook voorzichtig doen. Hij zal er verantwoordelijkheid voor nemen. Hij zal er goed over nadenken. Welke stappen moet ik zetten? Want steenbok heeft een doel en wil er niet van afvallen, als het ware. Nou, die vissenstaart, daarmee zien we dat de staart ook met het waterelement verbonden is. En water staat natuurlijk ook voor gevoelens. Wat ik vaak terugzie bij steenbokenergie of bij mensen die veel steenbok vertegenwoordigd hebben in hun astrologische chart, is dat die mensen echt door zullen bijten en door zullen lopen en doelen zullen behalen, mits ze wel gedreven worden door een gevoel. Dat het echt klopt, dat ze voelen, daar wil ik heen, dan zal het ook lukken. De planeet die heerst over het teken steenbok is Saturnus. En Saturnus is best wel een beetje een strenge oude vader met een vingertje die eigenlijk elke keer terugreflecteert naar ons van hey, neem je verantwoordelijkheid wel. Niet alleen voor de dagelijkse zaken, maar ook voor jouw incarnatie in dit leven. Waarom ben je hier gekomen? Neem je de stappen wel om de tijd die je hebt in dit niet eindeloze aardse bestaan ook te gebruiken waarvoor je het moet gebruiken? Saturnus wordt ook wel Chronos genoemd in de Griekse mythologie. Daarbij is steenbok het tiende teken in ons dierenriemwiel. En dat is eigenlijk de plek in de chart waar het in onze menselijke ervaring gaat over onze publieke status. Steenbok staat ook wel voor autoriteit of hoe we de dingen geregeld hebben. Steenbokseizoen loopt van 22 december tot 19 januari. En misschien herken je je wel in deze symboliek. Misschien als je geboren bent in deze tijd, dan staat jouw zon daar. Maar wellicht heb je ook een ascendant of een maan in steenbok. Het zou ook zomaar kunnen dat je bepaalde planeten dicht in aspect met Saturnus hebt staan. Helemaal als Saturnus op je ascendant staat, kun je ascendant wel in een ander teken staan. Maar als Saturnus daar dan bij is, dan komt die symboliek van steenbok ook naar boven. Het kan ook zo zijn dat je meerdere planeten in het tiende huis hebt staan, waardoor deze symboliek van steenbok ook wat omhoog komt. Dit ambitieuze teken gaat goed samen met maagd en stier, die ook in het aardeelement zitten. Maar ook schorpioen is goed te combineren met steenbok, want die kan het doorzettingsvermogen van steenbok zeker waarderen. Ram gaat misschien iets minder goed met steenbok, want die heeft er echt geen boodschap aan om naar de autoriteit en de leiding van steenbok te luisteren. Die doet het graag zelf. Wil jij nou meer weten over de symboliek en het archetype van steenbok en hoe dat vertegenwoordigd wordt voor jouw ontwikkeling en jouw persoonlijkheid, of misschien wel voor iemand waar je mee in relatie bent, ja, dan zul je toch echt dieper moeten duiken en moeten kijken naar een geboorteprofiel of radix. En om daar echt te zien welke huizen in welk teken vallen, welke planeten precies in welk huis vallen en hoe die aspecten zich met elkaar verhouden. Wil je daar nou meer over weten? Neem dan zeker een kijkje op mijn website en vergeet ook zeker niet de andere video's over alle andere dierenriemtekens te bekijken.